What's up mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Keiverrijden voor iets gaafs. Vandaag ben ik aangekomen in Musdorf na zo'n 300 kilometer rijden. En hier hangt schijnbaar een hele gave brug. En om daar te komen heb je ook een hele mooie wandelroute. Dus die ga ik nou bewandelen. We gaan weer op avontuur vandaag. Zo, na toch wel een stevige wandeling ben ik eindelijk bij de brug aangekomen. Het is toch wel gaaf hoor, moet je kijken. Het is een klein beetje toeristisch. Wow, en hij wiebelt een klein beetje. Maar het is echt heel gaaf. Ik ben dus niet alleen om deze brug te checken, maar eigenlijk wou ik nog een klein stukje van mijn kanaaltrailer opnemen, waar ik echt al een jaar mee bezig ben. Ik heb al een stukje opgenomen in Parijs en de heel Europa eigenlijk wel, met roadtrips en in Portugal vorig jaar op vakantie. Nou wil ik hier nog een stukje opnemen, maar ik wil eigenlijk wachten tot zonsondergang, dat het een beetje mooi wordt allemaal. En dan wil ik mijn drone opstijgen vanaf hier, vanaf deze brug, dan een mooi shotje maken. Ik heb nou wel genoeg gezien van die brug en al die toeristen daar. Ik vond het een beetje druk worden, dus ik ga verder met de wandeling. Het is nog zo'n 6 kilometer, het is echt een mooie wandeling. Straks even uitrusten bij de auto, avondeten pakken. En dan kom ik vanavond nog even terug bij de zonsondergang. Ik heb echt 10 meter gelopen en ik kom een heel rustig plekje tegen. Met het uitzicht op de brug. Dus ik ga even met de drone vliegen. Zo, daar is die dan, de DJI Mavic Air, klaar voor zijn vlucht. Ik heb er op dit moment van Polar Pro de ND32PL op zitten. Dat is een filter die haalt mooi de overbelichting eruit en dan kan je dus op 1/50ste shutter speed vliegen. En daarmee krijg je een mooie motion blur in je beelden. Heel natuurlijk, heel cinematic. Dus voor al jullie dronepiloten, deze kan ik echt aanraden. En ik heb hier ook een video over gemaakt, dus die kan je checken via de link hier linksboven. Echt een hele gave vlucht gehad, maar nu gaat het avondje verder via dat pad naar beneden. Nou, dat ik toch lekker aan de wandel ben door het bos, ga ik even een tip geven over het parkeren hier. Je hebt zeg maar de parkeerplaats bij het toeristencentrum, die moet je vermijden, die is druk en duur, dat is 2 euro per uur en daar zit geen limiet aan, dus je betaalt je helemaal schil. Maar als je op parkeerplek 2 gaat parkeren, betaal je 2 euro per 2 uur, dus dat scheelt weer. En zorg ook dat je 1 euro en 2 euro muntjes meeneemt, want je kan niet met briefjes betalen en niet met pinpas. Dat is een beetje ouderwets, maar goed, hou er rekening mee. Naast het feit dat ik hier ben, omdat het gewoon tof is, omdat ik graag een toffe video voor jullie maak en omdat ik een stukje van mijn kanaaltrailer moest opnemen, ben ik hier om deze nieuwe lens te testen. Dit is de Tamron 17 tot 28 mm, een ultra groothoek. En ik had al de Tamron 28 tot 75 mm. En dat is echt een toplens. En deze tot nu toe is volgens mij ook echt fantastisch. Een mooi wijd beeld. Perfect voor vloggen. Of perfect voor landschappen goed in beeld te brengen. Of als je binnen bent, dat je veel van de ruimte in beeld kan brengen. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat even een reactie achter hier beneden. Zoals nu op het hele smalle paadje kan ik heel veel in beeld brengen. Zoals de bomen links, het groen rechts. En ik kan zelfs inzoomen tot 28 mm. Dus nog steeds best wel een flexibele lens. Wat ook heel gaaf is in deze lens, is de minimale focusafstand. Ik geloof dat dat 17 centimeter is en dat is echt ongekend, dat is bijna een macro lens. En omdat dit een groothoek is, is dit ook gaaf, want je krijgt veel meer van de omgeving in beeld. Oh, fuck hell. Ik ben echt kapot, ik zweet met de tyfus. Het was best wel een pittig stukje wandelen. Heuvels, heuvels, heuvels. Smalle stukjes. Heel relaxed langs beekjes en zo. Maar goed, ik ben weer in Musdorf. Tijd om even uit te rusten. En straks gaat de vlog verder. Zo, ik ben afgekoeld. De vlog gaat officieel verder. Ik heb ook wat lekkers gegeten. Ik heb bij Bangkok Thai gegeten. Ik dacht, gaan schnitzel eten hier in Duitsland. Maar al die Duitse zaken zaten dicht, dus... Ah, dan maar. Een lekker Thais maaltijd. Het was allemaal prima. En nu staan we hier op de brug. En het licht is veel mooier dan net.
Nou, we moeten nog even een uurtje wachten, denk ik, voordat het echt zonsondergang is. En dan is het licht helemaal geweldig. Daar gaan we nog even wat opnemen. Zo, dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie die laatste beelden tof vonden en ik hoop ook dat jullie deze vlog tof vonden. Misschien wat geleerd, of misschien is dit dan een leuke tip voor jou om ook eens een keer naartoe te gaan. Het is echt wel relaxed hoor, een paar uurtjes rijden en ja, je vermaakt je hier prima. Mooie wandeling, toffe brug, mooie uitzicht. Dus ik zou zeggen, neem je vriendin mee, neem je hond mee. Alles wat ik vandaag niet heb meegenomen. Ik was maar alleen, het is ook maandag, dus ja, letterlijk niemand wil mee. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen, laat even een like achter als je het tof vond. Pa, bedankt voor het lenen van de auto. Mensen, vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik echt heel erg tof vinden. En ik zie jullie in de volgende video. Later!